Ik vind het heel fijn om hier te zijn. Mijn naam is Peter Smit, lid van de Stuur van het Waterschap amsterdam en vecht uh, Welkom ook, ook aan jullie allemaal, uh, ook namens de provincie en Stoen. Uh, heel fijn dat we dit mogen organiseren. Uh, ik heb sinds nog geen 48 uur uh, dit in mijn portefeuille. En uh, dan denk je toch vanochtend van, nou, wat moet ik nou zeggen? Ik ben helemaal niet van de uitgeschreven teksten, maar die heb ik toch even zelf gemaakt. Een zekerheidje inbouwen. Ik keek vanochtend naar mijn kleding. Denk, Helemaal verkeerd. Uh, grijs en dan blauw erboven. Volgens mij is grijs de kleur van modder. Dat zou het eigenlijk erboven moeten zijn. Of van zand en water daaronder. Dus we hebben hier last qua kleding van een overstroming aan mijn kant. Uh, maar vergeef mij dat. Uh, ik ben hier om u uh, welkom te heten op een hele bijzondere dag. En uh, ik ben eens even gaan kijken naar de feiten. En uh, wij hebben zelf als Amsterdam een vecht. De zorg en verantwoordelijkheid voor 591 kilometer regionale keringen. En ik denk dat als ik hier om me heen kijk, dat er best wel een instantie is die de verantwoordelijkheid heeft over meer kilometers. Maar ik vind het nogal wat. En daarnaast hebben we ook nog 38 kilometer primaire keringen. Waarom ik altijd in bestuurdersland het verwijt krijg van waarom wij een waterschap zijn en geen Hoogheemraadschap meer. En 469 kilometer overige keringen. Waarvan ik dan komende weken eens ga vragen: wat zijn dat dan nou precies? Uh, maar op deze kennisdag uh, vind ik het heel fijn om er uh, even bij te zijn. Ik heb helaas ook andere verplichtingen. Uh, maar dit is voor uh, onze uitvoeringsorganisatie Waternet STOA en de provincie Noord-Holland georganiseerd. En deze goede samenwerking van waterschappen en provincies is kenmerkend voor de gedeelde verantwoordelijkheid voor de regionale waterkeringen. Nou, ik, ik draai lang genoeg mee in het dagelijks bestuur van het waterschap om dat mee te hebben gekregen. Dat dat uh, heel geruststellend is en heel succesvol. En uh, dat er ook een hele hoop gebeurt. Binnen het ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen werken de waterschappen en provincies nauw samen aan vraagstukken voor de toekomst. En dan gaat er. En als ik hier zo rondkijk, dan verdenk ik u daar ook wel een beetje van. Dan gaat er heel veel aandacht uit naar techniek en innovaties. Ook vandaag, dat hoorde ik al bij het programma. Eh, zo is er nagedacht over een manier van eh, normeren voor de toekomst van keringen. Eh, volgens mij is het nu zo dat economische schade bij regionale keringen eigenlijk de norm bepaalt. En dat er bij primaire keringen al veel meer een eh, risico. Uh, een overstromingsrisicobenadering is. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Uh, ook wordt nagedacht over de zorgplicht. Dat is natuurlijk ook. He. De moderne tijd die geeft veel meer handvaten om uh, van eens in de twaalf jaar is even uh, de kering te toetsen naar eigenlijk een continu proces van uh, monitoring. En uh, ook een continu proces van beheer en onderhoud. Ik kan me daar heel wat bij voorstellen. En als ik zo om me heen kijken. Ook er werd al gezegd de ringdijk in de Watergasmeer. Zo'n innovatie die daar is toegepast uh, vanuit ook het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dan denk ik ja dat is wel heel mooi. Uh, en als ik dan hoor over uh, initiatieven en ook concrete ontwikkelingen met sensoren, dan denk ik ja dat is echt de toekomst. En voor een bestuurder ook best wel lastig, want dan denk je ja het wordt minder tastbaar. Terwijl ja, we zijn allemaal van uh, uh, politiek bestuurlijke organen, een provincie. En een provinciebestuurder wil ergens wat van vinden. En datzelfde geldt natuurlijk voor een uh, eigenwijze waterschapsbestuurder. Maar als je uh, zoveel meer weet vanuit uh, digitale informatie uh, en ingewikkelde innovaties, wat is dan nog de politiek bestuurlijke kop die je daarop kan geven? Hè? Dat is best wel een, een vraagstuk wat ons als politiek bezighoudt. Maar ik vind het een hele mooie ontwikkeling. Maar naast techniek en innovaties komen op deze dag, uh, denk ik ook heel nadrukkelijk andere zaken aan de orde. Namelijk mensen. En als ik dan, er uh, was eergisteren de laatste dagelijks bestuurvergadering uh, van het vorige bestuur. En uh, mijn voorganger, en goed voorbereid door uh, de ambtenaren van Waternet, uh, kwamen dan met het dijksverbeteringsproject uh, uh, in een dorp hier in de, in de buurt. En toen dacht ik van. Uh, uh, God, dat is wel heel zorgvuldig gedaan. En uh, dat verdient eigenlijk wel een tien qua zorgvuldigheid, maar niet qua zorgvuldigheid, qua uh, naleven van de formele regeltjes, maar zorgvuldigheid, echt je best doen om uh, daar iedereen bij te betrekken. En dat is toch die factor mensen die steeds meer uh, uh, om de hoek komt kijken, die er nadrukkelijk bij wil betrekken. Volgens mij geldt dat voor elk politiek orgaan. In onze vorige bestuursperiode was de naam van het bestuursakkoord Waterbewust. Dat gaat ook al hè, over de buitenwereld en mensen waterbewust maken. En wij hebben dat nu doorgetrokken naar uh, de titel van het programma Water Betrokken. Dus het gaat helemaal niet eigenlijk over techniek, innovaties waar je heel erg nadrukkelijk mee bezig bent. Maar het gebeurt buiten dit gebouw, wat ons betreft, in het stedelijk gebied en ook daarbuiten. Want wat dat betreft zijn we een heel divers waterschap. Maar het gebeurt echt met die mensen. En er zit natuurlijk ook heel veel kennis bij die mensen. Bij de gebruikers, inwoners die last hebben van dingen. Of die iets als bedreigend ervaren. Of iets, ik zou maar zeggen, een boom op een bestaande dijk heel prettig vinden. Uh, maar dat uh, dan als bedreigend ervaren van als daar wat gaat veranderen. En niet alleen op het moment dat er een plan is. Maar juist op het moment dat er uh, de eerste schep of de eerste graafmachine aankomt rijden. Uh, en dat is heel bedreigend en je moet dus veel proactiever daarin zijn. En dat is ook wat je juist vanuit die politieke context uh, veel meer ziet. En wij doen dat hier al heel veel met de omgevingsmanagement. Maar dat willen we nog meer uh, nadrukkelijker doen in samenhang dus met inwoners, gebruikers. Hè. Dat zijn vaak ook agrariërs in het landelijk gebied, uh, bedrijven. Maar natuurlijk ook de gebiedskennis die uh, aanwezig is bij uh, uh, gemeenten, bij de mensen die daar werken. Uh, dus erop af. Uh, en zo zijn er natuurlijk ook, uh, naast dit willen, hè, dit is de, uh, de intrinsieke wil vanuit de politiek om dat te willen, we moeten ook een hele hoop, en dat is vanuit de Omgevingswet. En daar hebben we nog anderhalf jaar de tijd voor om als provincies en als waterschappen mee aan de slag te gaan. Die participatie in de omgeving, gebruik maken van gebiedskennis bij bewoners, agrarisch en gemeenten, ik zei het al, dat maakt het werk voor volgens mij iedereen uh, wel interessanter. En sommige mensen denken van ja, ik ben uh, meer een technicus. Die zal daar toch ook uh, voor open moeten gaan staan. En dat is ook uh, een mooie uitdaging om uh, met z'n allen aan te gaan. En dan is er nog wel iets uh, wat ze heel erg nadrukkelijk speelt in de huidige tijd. Uh, je ziet dat natuurlijk met de vergroening, klimaatadaptatie, uh, klimaatontkenners en klimaatomarmers en alles wat ertussenin zit. Uh, men vindt dat nogal uh, bedreigend. En men kijkt nu ook heel nadrukkelijk naar de betaalbaarheid voor nu, maar zeker ook in de toekomst. Daar moeten we natuurlijk ook uh, heel nadrukkelijk bij stilstaan. En dan is dit natuurlijk ook wel een heel mooi evenement, namelijk we zitten hier voor kennisuitwisseling, het delen van je trots, laat het zien, hè, dat is zo mooi, gebruik maken van innovatieve technieken. Nou, vanmiddag, nou, eerst uh, hier wordt het uh, getoond en vanmiddag. Uh, bij de Ringdijk in de Watergasmeer wordt er ook gekeken wat het resultaat is. Want er is niet zo heel veel meer te zien. Uh, en de andere wijze van uh, meer smart, slim uh, prioriteringen. Al met al, en dat is dan mijn eerste kennismaking, hè, met natuurlijk wel een beetje een voorgeschiedenis. U bent werkzaam in een fantastische sector. Uh, dat maakt trots. Ik hoop ook deel te gaan uitmaken van die trots. En daar mijn steentje aan bij te dragen. Maar het is natuurlijk ook wel zaak om uh, oog te hebben voor uh, de arbeidsmarkt van de toekomst. Uh, en de schaarste. Uh, scholieren en studenten interesseren voor de trots van Nederland, uw trots, vak van de waarkeringen. Hopelijk is de techniek van de, uh, van de dijken af en toe beter dan het gekraak van deze microfoon. Maar, uh, ik wens u in ieder geval een hele mooie dag toe, van heel veel van en met elkaar leren. Dat is leuk en belangrijker nog nuttig. Ik wens u allemaal een prettige en een hele leerzame dag.